Goedendag, welkom bij deel 3 van de cursus Natuurfilosofie, Chinese natuurfilosofie, het Taoïsme. De laatste 1500 jaar wordt die filosofie het Taoïsme genoemd, maar de filosofie is al veel ouder. Al zo'n 4000 jaar geleden werd er gesproken over yin en yang en de vijf elementen. Het is ook de meest gebruikte filosofie op aarde. Ongeveer een derde deel van de wereldbevolking gebruikt deze filosofie of een toepassing hiervan. Toch is het niet bekend bij de gewone man in het Westen. Als je op straat vraagt, noemen ze een aantal levensbeschouwingen, dan komen ze met christendom, mohammedisme, hindoeïsme, boeddhisme, maar bijna niemand noemt het taoïsme. Toch is het taoïsme zeer levendig. Wanneer je daar diep op in wilt gaan, adviseer ik je het boek te lezen van de hoogleraar Christopher Schipper. Hij heeft lesgegeven op de Leidse Universiteit en op de universiteit in Parijs. En hij noemt het Taoïsme de levende religie van China. Nou is er over het woord religie veel discussie, want vele andere mensen zeggen het is een natuurwetenschap. De filosofie is de basis van alle Chinese gezondheidsleer en alle Chinese kunst en kunde. Dus dezelfde filosofie wordt in China gebruikt door sporters, door de krijgssporters, de wushu, dat zijn meer dan 3000 stijlen, maar ook in bekende Tai Chi Chuan. Qigong, al zo'n 2000 jaar oud en wordt tegenwoordig in moderne ziekenhuizen toegepast als revalidatie en als therapie. In de acupunctuur wordt het gebruikt. In de Chinese voedingsleer zijn er verschillende boekjes in het Nederlands verschenen over eten volgens de vijf elementen, eten om klachten te verminderen. In de Chinese kruidenleer en zelfs in de opera en in de calligrafie en de Chinese kunst gebruikt men de natuurfilosofie. Ook in onze moderne wereld zien we heel veel trends die afkomstig zijn uit het Taoïsme. Denk maar eens aan de mindfulness-hype. Taoïsme zegt mindfulness, mindful bewegen, mindful eten is de basis van je gezondheid. In het nu leven. Wij maken ons te veel zorgen, wij tobben te veel over het verleden of over de toekomst. Zo'n 30 jaar geleden, toen ik begon met Tai Chi en Qigong lesgeven, was bio-energetica heel populair. Ineens verschenen er overal in Europa bio-energetica-therapeuten. Dat is een systeem waarbij je heel veel schudt en trilt om spanningen en trauma's in het lichaam kwijt te raken. Wat blijkt, dat is een van de vele Qigong-methodes in China. Nog sterker wellicht, de filosofie wordt ook gebruikt om bedrijven door te lichten en om management te trainen. De beroemdste managertrainer is Edward de Bono uit Amerika. Hij trainde de top van grote multinationals zoals Ford en Chrysler. En hij heeft een boekje geschreven over de 6 denkhoedjes. Dan zet hij 1 hoedje in het midden en dat gebruikt hij om het denken van managers te veranderen. Die andere 5 hoedjes komen exact overeen met de Chinese 5 elementenleer die we later in de cursus gaan behandelen. Zo zie je dat die Chinese natuurfilosofie groeiend actueel is en wellicht een uitkomst voor de mensen in deze tegenwoordige tijd waarin we steeds meer vervreemd raken van de natuur en van onszelf. Vandaag gaan we het hebben over de natuurwetten in de filosofie. Taoïsme kent eigenlijk 5 belangrijke wetmatigheden. We denken dat die ontstaan zijn doordat mensen al ver voor de geboorte van Christus, boeren en monniken, naar de natuur keken en wetmatigheden zochten om het leven beter te kunnen leven. Feitelijk zijn dat maar 5 wetmatigheden die dus de basis zijn van alle Chinese kunst en kunsten zoals we zojuist vermeld hebben. De eerste wet is dat alles een vorm van energie is, afkomstig uit 1 bron, dezelfde bron en in voortdurende verandering. Men noemt dit ook het analoge denken. Chinees zegt de mens is een fysieke afspiegeling van de energie in de kosmos. Zoals er iedere seconde sterren komen en gaan, zo ook iedere seconde gaan er cellen bij je weg en komen er nieuwe cellen bij. Energie is in voortdurende verandering en die verandering gaat in spiraalvorm. Die spiraal is te zien bijvoorbeeld in onze vingerafdruk. Of bij een baby als die geboren is, zie je een spiraal in de kruin. Of als je ziet hoe onze darmen liggen, dat is in spiraalvorm. Of als we DNA nabouwen, zien we 2 spiralen, 2 strengen. Je zou kunnen zeggen een yin en een yang streng, die tezamen het leven vormen. De derde wet is dat wij 3 krachten kennen die de mens 3 schatten geven. De kracht is de ti en de schat is san. De san ti en de san bao, zeggen ze in China. En daarmee bedoelen ze een fysieke gezondheid, een sociaal welbevinden en een mentale gezondheid.
Dus vrijwel alle Chinezen hebben drie beeldjes in huis. En de ene staat voor het materiële, dagelijks wat doen aan je gezondheid en gezond eten en bewegen. Het middelste beeldje staat voor het sociale, wat doen voor je naasten. Liefde en aandacht is ook een energie. En het derde staat voor je spirituele en je mentale gezondheid. De vierde regeling, de natuurwet, is de ontwikkeling van energie kent vijf fasen. We noemen dat Wuxing, de vijf elementenleer. De fase water staat voor de winter, hout staat voor de lente, voor de zomer kennen we de fase vuur. De nazomer was vroeger ook bij Hollandse boeren belangrijk, noemen ze het element aarde. En het element metaal staat voor de herfst. En dat zijn vijf energieën die elkaar steunen en elkaar controleren. Vijf groepen van organen, vijf bewegingen in de tai chi enzovoort. De laatste regel is de vijfde natuurwet. Er zijn acht energieën overeenkomstig met de acht windrichtingen. De acht bewegingen in de tai chi chuan bijvoorbeeld. De acht bouwstenen van de krijgssport. Acht diagnostische regels in de acupunctuur. En dat komt eigenlijk overeen ook met de acht trigrammen van de I Ching. Het hele oude orakelboek, ook al van ver voor Christus geschreven. Voor meer informatie, kijk op onze website bij de Taoïstische opleiding De Bokan of op de homepage bij Filosofie en volg ons op Facebook.